Giro, Audi A3, net wel eens binnengekomen. En dit is helemaal zoals die moet zijn. Daytona grijs en volledig S-line uitgevoerd. Het is het nieuwe model, facelifted type, met de LED-koplampen. Mooie lichtmetalen velgen. Er staan honderden groene te banden. Mooie sideskirts. Alles is in de kleur meegespoten. Chrome lijsten om de ruiten, chrome dakreling, originele privacyglas. De wielen zouden wat mij betreft nog een ietsje groter mogen. Je zou er ook voor kunnen kiezen om een tweede set erbij aan te schaffen. En hier een paar winterbanden omheen te slaan, ben je in één keer klaar. Hier zit een herstelduikje, die gaat eruit zodat dat ook onzichtbaar wordt. Het interieur ook helemaal zoals het moet zijn. Zelfs instaplijsten, origineel S-line en verlicht. De aluminium pedalen. Ook weer de alu-afwerking hier, de S-Line sportstoelen. Uitschuifbaar zoals je ziet. S-Line logo. Het S-Line stuurwiel. S-Tronic automaat. Ik ken hem van Volkswagen de DSG, deze ook met een dubbele koppeling. Alleen het stuurwiel is een kunstwerkje. Mooi afgevlakt. Alle knoppen erop. Uiteraard cruise control. Stoelverwarming. Uitschuifbare navigatie. Telefoonvoorbereiding. Het betreft een Nederlandse ex-lease auto. Volledig onderhouden, gedocumenteerd bij de dealer. 124.000 kilometer. Hij is van 2017. Gewoon een leasecontract. Van een keer 30.000 kilometer per jaar. Heel normaal voor een diesel. Gewoon een mooie stand. Achterin. Ook het bekleding, leer, allemaal in keurige conditie. Hij is net binnen. Het moet allemaal gepoetst worden. Achterkant ook. De S-Line achterbumper. Diffuser, S-Line, ja, super gaaf. Facelift type met de nieuwe achterlichten, achterspoiler. Kofferruimte, hoedenplank. Mooie kentekenverlichting, ook voor detail. Auto schadevrij, schadevrij verleden. Er zitten wat herstelduikjes in, die gaan er dus uit. En dan is die auto gewoon echt het nieuw. Als ze niet eens uitkomen, dan moet je vaak de laatste beurt hebben. Voeren we gewoon even dingen uit met de APK. Kunnen we een jaar onderhouds vrij rijden. Het is de 1.6 TDI. Die is zuinig, krachtig, stil. Je kunt eventueel nog tunen naar 150 pk. Je hebt hetzelfde vermogen als de 2 liter. Het is een Euro 6 motor. De komende 10 jaar is ook nog niet in de stad in Nederland goedgekeurd. Dus joh, ook al zou je 15.000 per jaar rijden, dan kan dit al uit. Ik reken je dat graag eens voor. Vlak de aanschafwaarde ook niet uit. Wil je een dergelijke auto op benzine, kost het denk ik 3, 4, misschien wel 5.000 euro extra aanschaf. Dus, en met een diesel, ja, dat gebeurt eigenlijk nooit wat meer. Super, super mooie auto. Ben je enthousiast door je proefritro gemaakt? Dan ben je van harte welkom. Maak je bezoek wel eventjes kenbaar, dan houden we daar rekening mee. Heb je liever dat we naar jou toe komen? We hebben altijd 3 chauffeurs paraat. Willen we er wel graag financieel uit zijn. Maar dat is ook een kosteloze service welke we aanbieden. Zeg je, joh, ik wil hem graag kopen met voorbouw van een proefrit, dat wij hem vooraf een tijd klaarmaken. Ook dan is een mogelijkheid. Informeer daar gewoon eens naar. Morgen graag van je. Dank voor het kijken. Hoi!